Welkom in Content Veen. Nog niet zo lang geleden had ik koning Julian weggestuurd samen met zijn 50 volgers. Ik was lekker op de markt aan het rondlopen en aan het genieten van mijn kasteel toen René ineens naar mij toe kwam met heel slecht nieuws. Koning Julian is gespot in een kamp niet zo ver van mijn kasteel vandaan. En René denkt dat hij iets te maken heeft met de vermissingen van mijn dorpelingen. Ik hoorde dat als wij geen 5000 likes halen op deze video, hij al mijn dorpelingen zou afslachten. Ik pakte mijn trouwe knol genaamd Kees en ben snel op pad gegaan. Jongens! Ik was lekker aan het shoppen, maar René kwam ineens naar me toe en vertelde dat Julian er weer is. René, dankjewel voor deze informatie. Ja, geen probleem. Laat ik snel Kees het paard pakken en die kant op gaan, jongens. Want hij mag echt niet terugkomen. Oké, ik loop nu zojuist de poort uit met Kees het paard en ik zie daar gelijk al in de verte. Ja, kijk, daar heb je hem. Daar heb je hem gewoon. Wat is hij aan het doen, hé? Oh my days, hij is aan met een... Wat is dat in zijn handen? Een boekje? Hij heeft ook gewoon zijn tent... Kijk waar hij zijn tent heeft. Ik bedoel, dit is mijn dorp, mijn stad. En hij heeft daar gewoon zijn tent. Oké, we gaan er gelijk heen, jongens. Laten we heel sneaky even op hem afgaan. Kijk, daar loopt hij. Moet oppassen dat hij me niet ziet, hoor. Hij heeft toevallig ook een spyglass. Ja, hij heeft echt een boekie. Wat zou hij aan het schrijven zijn? Oké, ik denk dat ik vanaf hier... Kees, blijf staan, oké? Niet bewegen, blijf staan, niet te veel geluid maken. Oh, daar heb je hem. Wat is hij aan het doen, jongen? Waarom zit hij hier? In zijn eentje ook echt? Hallo? Hey. Was je op het toilet? Ja, ik was heel bezig. Wat doe jij hier? Ga maar even. Ik wacht gewoon even op je. Gadverdamme. Ja, ik heb geen lopende leiding hier zo, maar... Nee, wacht maar even. Roep me maar als je klaar bent. Ben je klaar? Oh. Jezus, ik ruik het helemaal. Hey, wat doe jij hier? Waarom ben jij hier? Ik heb je weggestuurd. 2 keer heb ik je weggestuurd. En nu ben je er weer. Ja, ik wou toch hier even gewoon dichtbij zijn. Dus ik heb hier even een mooi hutje opgesteld. En ik ga hier even lekker overnachten. Maar je weet dat je letterlijk daar bij mijn kasteel kan zien. Waar je niet meer welkom bent. Ja, maar dat is toch wel net buiten de deur. Ja, dat klopt. In principe doe je ook niks fout. Maar waar zijn je volgelingen? Ik weet nog, vorige keer was je met 50 mensen. Je bent mij echt geterroriseerd daar. Ja, omdat ik het koninkrijk niet had bemachtigd, had ik geen geld meer om ze te betalen. Dus ze zijn gewoon weggerend. Weggerend. Maar heb jij je eigen koninkrijk dan of zo ergens? Ja, dit is eigenlijk mijn eigen koninkrijk. Zo. Wat? Dit kleine hutje. Dit tentje. die zat je al die tijd al? Of nee? Nee, die zat je zeker niet al die tijd. Hey, maar je bent helemaal alleen. Heb je geen spullen meer of zo? Nou, ik heb nog een paar tools. Ik heb potatoes die ik gewoon lekker heb gefarmd. En ik ben een boekje aan het schrijven en zo. Dus. Oké. Hey, eigenlijk ben je niet welkom. Maar ik vind het best wel zielig dit voor je als ik het zo zie. Ik bedoel, je had zoveel en nu heb je zo weinig. Ja, klopt, ja. Wil je even meekomen? Gewoon heel eventjes. Pak je spullen. Ik ga vast terug. Ik zie jou bij mij, bij de poort, over 5 minuten, oké? Je bent welkom. Pak al je spullen wat waardevol is. Spoel alsjeblieft door, even. En dan, ik zie je zo, oké? Ja. Over 5 minuutjes. Oké, jongens, ik ga snel terug naar de poort, want ik heb een heel goed idee. Ik verwelkom hem nu een soort van natuurlijk weer in mijn koninkrijk. Maar ik ben wel slimmer dan dat. Ik ga hem echt niet meer hier binnen laten zonder consequenties. Ik ga Kees terugzetten. Kees was in principe helemaal niet nodig. We konden het ook gewoon lopend doen. Kom maar, Kees. Hoppakee, terug aan de koets. Samen met Stip. Hallo, Stip. Dan gaan we nu op hem wachten. En jongens, ik weet dat in mijn kasteel wil ik nog een kerker bouwen. En hoog boven in de toren die daar mogelijk ooit nog komt, komt mijn Rapunzel te zitten. Oftewel Jultemax, Max, oftewel Julian. We gaan hem opsluiten in de hoogste toren van mijn kasteel. Enige is dat we die toren nog moeten maken. Dus, oftewel wat we gaan doen, is we gaan Julian even een huisje geven. We gaan hem laten denken dat hij welkom is bij mij thuis. Als de toren klaar is, sluiten we hem op en dan kan hij nooit meer weg. Dat vind ik een goeie. Dan hebben we ook geen last meer van hem. Want hij is nu gewoon... Waar is hij? Zal ik even kijken wat hij aan doen is? Hij is er niet meer. Is hij al onderweg dan? Huh? Waar is hij? Oh, kijk. Ik zag hem. Daar is hij. Ja, daar heb je hem. Daar komt hij. En ik hoorde ook dat hij echt iets te maken had met de verdwijningen van alle villagers, jongen. Misschien is hij wel de dief. Welkom. Kom binnen. Dankjewel. Kom binnen. Weet je, laten we... Je mag wel doorlopen. Laten wij ons verleden achter ons laten en... Jee. Ja, villagers zijn vermist. Zijn weet jij daar iets van? Gebeurd? Ja, er zijn een paar dorpelingen vermist. Weet jij daar iets van toevallig? Nee. Nee? Echt niet? Nee. Oké, nou prima. Hey, kom binnen. Er is veel veranderd sinds je weg bent geweest. Ik zie het, ja. Er staat echt van alles... Kijk, we kunnen als je wil, kunnen we even lekker zitten en gewoon wat bestellen. Over. Ga jij maar even wat eten halen. Niks gelukt? Te zien daar. Oh, nee, dat klopt. Het is trouwens nog leeg van binnen. Hey, maar kom binnen. Ik heb een goed voorstel voor je, oké?
Oké, welkom in de vergaderruimte. Ik wil hier even met jou zitten en met alle andere mensen die om jou geven. Ik wil jou een huisje aanbieden in mijn dorp. Eigenlijk was je niet meer welkom. Eigenlijk had je meerdere keren weggestuurd. Maar ik vind het zo zielig dat je een huisje aan wil bieden. Nou, dat vind ik heel erg aardig. Noah. Ja? Heel erg aardig. Oké, dan wil ik wel dat jij wat gaat doen daarvoor. Ik bedoel, je mag hier wonen. Maar ja. Je moet wel echt daadwerkelijk echt je best doen om de belasting te betalen. En weet ik wat allemaal. Ja. Ja, akkoord? Ja, is goed. Oké, dan was een hele korte vergaderruimte sessie. Ja. Maar nou, maakt niet uit. We gaan een huisje voor je zoeken. Nou, welkom. Ik ben bereid jou dit huisje te geven. Kom vooral binnen. Luxe. Hij is, het is redelijk luxe, maar van binnen is hij ook wel weer krap. Hij heeft wel veel belasting. 3 verdiepingen. Ja, gaat wel wat kosten hoor, om hier te wonen. Ja. En je moet je eigen interieur fixen. Je moet je eigen woonruimte creëren. Oké. Maar dat kan je wel, toch? Ja, dat kan ik. Allright, dan bij deze wil ik dat jij dit huisje inricht. Je mag alles gebruiken wat je wil, behalve mijn spullen. Je mag de mine gebruiken, je kan hout halen bij... Nou, trouwens, ik ga mijn winkeltje daarbij vullen. Dus dan moet je eerst diamonds minen om mijn hout te kunnen kopen. Je moet wel echt je best gaan doen, oké? Ja. En dan mag je het helemaal in interieur geven, helemaal je ding doen. En dan kom ik over, weet ik veel, hoe lang bij je terug, om even te kijken hoe het met je gaat, oké? Ja. Ja? Vertrouw je het allemaal? Nee. Dat dacht ik al. Nou, ik zou zeggen, doe je ding. Voel je even thuis. We gaan kijken of jij hier echt je plekje kan vinden, oké? Ja, is goed. Nee, oké, prima. Dan spreek ik je straks weer. Dag. Joejoe. Oké, jongens, Julian hebben we het huisje gegeven, maar hij weet natuurlijk niet dat dit gewoon één grote list is, waarbij ik hem uiteindelijk op wil sluiten met toren en dan zijn we helemaal van hem af. Hij mag nu even lekker zijn ding doen, echt denken dat hij thuis is en thuis kan zijn. Het is misschien een beetje heel gemeen, maar het is wel, vind ik, een goede manier om dit conflict tussen elkaar op te lossen. Dus laten wij verder gaan met mijn kasteel. Laten wij weer een leuke timelapse induiken. En een grote toren daar in het midden bouwen. Waar wij hem uiteindelijk in kunnen opsluiten. En misschien bouwen we gelijk een beetje meer van het kasteel. Maar jullie gaan het zien in 3, 2, 1. We keren terug naar deze leuke timelapse. De toren is nog niet helemaal af, maar ik heb hem ready gemaakt voor Julian. Ik wilde nog veel meer doen, maar ik ben bang dat Julian er dan niet meer is. Dat hij dan misschien offline gaat of zo. Dus we hebben de toren even zo snel mogelijk ready gemaakt. Er komen nog veel meer details aan in de toren die ik wil toevoegen. Het dak is nog lang niet klaar allemaal, maar het grotendeels is hij wel gewoon af. Ik wil allemaal dakkapellen hier nog bouwen, maar laat ik eerst even een tour geven door de toren. Zodat ik jullie kan laten zien waar wij Julian op gaan sluiten. En dan is het soort van ons krijgsgevangenen. Je komt binnen. Nou, ik heb nu even een tijdelijke mega ladder naar boven gebouwd. Omdat ik niet hier in het midden nu een random trap ga maken. Natuurlijk, uiteindelijk wordt die hele route wel bepaald via weet ik veel hoe je daar komt. Maar goed, laten we de ladder even pakken. Nou, dan kom je hier boven uit. En dit is in het eerste trappenhuis die wel gewoon helemaal af is. Ik dacht, het moet echt een typische toren zijn. Een trap in het midden zoals dit. Lekker lomp, maar wel mooi lomp, vind ik. Met ramen waar je gewoon bijna niet doorheen kan kijken zoals dit. Nou, simpel. Dit is gewoon eigenlijk een letterlijke ruimtetje voor een trap. Dus we nemen de trap nu verder omhoog zo. En dan kom je hieruit in de laatste ruimte. Waar ik vergeten ben vol op de grond te plaatsen. Ah joh, maakt ook weer niet uit. En ik miste 1 iron bar hier. Ik kwam eens te kort. En dan komt het leuke gedeelte. Want hier heb je de ladder omhoog. En dan kom je... Oh, dit moet ik nog dichtmaken hier, zie ik nu. Maar dan kom je hieruit in de nieuwe slaapkamer van Julian. Hij gaat hier lekker zijn dagen doorbrengen. En hij zal nooit meer kunnen verdwijnen uit Kingdom Content. Ik heb een button niet meegenomen. Oftewel, ik kan niet naar binnen. Maar ik denk dat het ook maar misschien handig is dat voortaan als ik hierheen wil, dat ik een lever meeneem en niet een button plaats die mogelijk hier kan gebruiken of dat iemand anders hem uit kan laten breken. Maar ja, zoals je kan zien, hij heeft een lekker bed. Dus dat kan niet. Hij heeft een toilet waar hij heen kan. Hij heeft kistruimte waar hij zijn dagboekjes in kan douwen en weet ik van wat hij ooit hier kan collecten. Hij heeft een cactus. Hij kan lekker hier naar dit gedeelte van het dorp kijken. Hij kan zo naar het kasteel kijken en zo. En hier kan hij naar de brug kijken en weet ik van wat. Genoeg ruimte om lekker naar de
dingen te kijken. En ik denk dat het nu ook tijd is om Julian te halen. En om gewoon even een verrassing te geven dat hij eigenlijk niet welkom is. Maar gewoon hier moet blijven chillen. Even kijken of hij thuis is. Volgens mij is hij thuis. Hallo? Huisje van Po. Noem jezelf nou Po? Ja, ik ben nog heel veel mijn boek aan het schrijven, maar oké. Okay. Oh mijn god, oké. Okay. Je bent in je dagboekje bezig. Ja, ik ben in mijn dagboekje bezig. Alright. Ja, kan ik al binnenkijken of... Ja, je kan... Mag ik een rondleiding door je huis? Ja hoor. Oké, okay, nou... Kijk, hier heb je mijn chest. Dit ziet er prachtig uit. Gewoon één kist en een crafting table. Ja, dat was toen ik nog noob was. Oh, ja, oké. Okay. Oké, dan gaan we naar boven. Mooi rood, boven. Mooi in de kleuren ja, van dat, Po. Ja, dat snap ik. Dat heeft het kasteel gewoon. Hier heb je smeltruimte. Hier heb je mijn smelttable. Mm-hmm. Ja, en hier heb je mijn derde deur. Je derde deur. Ah, dit is de andere uitgang. Oh ja, huisje van Po. Ik zie het nu inderdaad. Oké, okay, en dan de zolder natuurlijk. Daar ben ik helemaal benieuwd wat je gedaan hebt. Nou, kijk, hier is de slaapkamer. Ja, hier heb je mijn bed. En dit zijn ook mijn spullen en zo. Ah, damn. Alright. Ja. Oh shit, ziet er goed uit. Moet jij nog wat doen of zo op de markt of iets? Nee, volgens mij niet. Nee, je hebt niks meer nodig. Want ik wil je zo meteen wel wat laten zien. Wat leuks. Ik heb wat spulletjes gekocht en zo. Oh, lekker. Hey, zou jij mij over 5 minuutjes daarboven kunnen meeten in het nieuwe gedeelte van het kasteel? Want kijk, ik heb een toren gemaakt. Zie je mij helemaal daarboven? Ja. En ik heb je hulp nodig met een stukje daarboven. Ik denk, we gaan je gelijk goed gebruiken dat je voortaan hier woont. Ik heb je hulp nodig. Goed plan. Ja? Dus als je over 5 minuten niet omhoog klimt, maar gewoon daar beneden bij me wacht, ga ik even wat op de markt halen. En dan zie ik je zo daar. Oké, dan schrijf ik nog heel op mijn dagboek af. Ja, doe jij je dagboek dat afschrijven. Heel erg geheim is, ja? Ja, oké, nee, prima, doe maar. Ik mag mijn dagboek lezen. Oké, jongens, ik heb helemaal niks te zoeken op de markt hier op het moment. Maar ik wil dat hij zijn huisje even verlaat en dat ik dan nog snel daar kan spieken. Want ik wil dat dagboekje even van hem lezen en even kijken of ik allemaal dingetjes kan vinden. Want ik weet natuurlijk niet wat hij bij zich heeft. Dus misschien als ik een beetje tussen zijn kisten kan kijken, kan ik zoeken wat hij nou eindelijk wilde. Want ja, hij zat niet voor niks daar bij dat kamp, jongens. Ik bedoel, hij heeft hem niet voor niks zo dichtbij opgeslagen. Als hij gewoon lekker wilde chillen, had hij dat echt wel ergens anders gedaan. Maar dat kamp staat daar, oftewel, hij wil wel echt iets hier. En ik vertrouw het gewoon niet, dus we gaan hem gewoon echt opsluiten. We gaan hem gewoon echt veilig achter slot en grendel opsluiten. Maar eerst wil ik dat dagboekje bekijken. Oké, ik zie zijn nametag. Waar gaat hij heen? Gaat hij weg? Gaat hij omhoog? Wacht, ik heb een idee. We gaan vanuit de arena gaan we hem in de gaten houden. Overigens zijn mijn tools ook bijna stuk. Die moet ik even repareren. Alweer voor de onnieuwste keer. Oké, jongens, er zit beweging in. Kijk, daar is hij aan het lopen. Ik denk dat hij elk moment gaat verhuizen naar het kasteel. Letterlijk gaat verhuizen. Als het aan mij ligt, maar ik ben zijn nameter kwijt. Is hij nou aan het shiften? Oh, wacht, hij is misschien via de andere deur uitgegaan. Oh, daar loopt hij. Ja, kijk, daar gaat hij. Hij is daar omhoog aan het gaan. Kijk. Oké, als hij naar rechts is gelopen officieel. Oh, hij wacht daarop. Maar oké, nu is het tijd om naar zijn huis te gaan heel snel. Oeh, nu moet ik gaan spieken in zijn huis. Nu moet ik snel zijn. Hij wacht daar op me. Oké, in de kisten kijken. Hier zit niks. Geen geheime kist of zo. Oh, ik dacht dat hij naar binnen kwam. Ik schrok me helemaal kapot. Helemaal niks. Hierboven. Hierboven had hij zijn waardevolle spullen. Hier. Enchanted books. Die heeft hij allemaal gekocht. Hij heeft best wel wat al gemined. Dat is serieus heel goed. Eten heeft hij. Wat nutteloze spulletjes. Hier ook wat nutteloos. Maar als het goed... Zeg maar dat hier zijn dagboek in zit. Post leven. Dit is het dagboek. Het begin. Dag 1. Vandaag ben ik weggestuurd uit Kingdom Content door de tiran Like a Walnut. Ben gevlucht en heb een hutje gemaakt op de zijkant van een grote berg. Heb er ook een kampvuur. Oké, nou dat is wat er gebeurd is. Ik schrijf veel boeken bij het kampvuur. Bekende... boeken geschreven door Po. Hoe een Teletubby wraak neemt. Hoe speel je op Minecraft op een Classic Nokia? Hoe speel je Minecraft op een Classic Nokia 3310 Classic? Wat is dit voor dagboek? Dag 3. Vandaag was het een normale dag en zat ik rustig op de wc. Toen hoorde ik opeens een geluid. Het kwam akelig bekend voor. Ik herkende de stem meteen. Het was Walnut. Ik poetste snel mijn billen af en rende naar buiten. Wat is dit, ouwe? Walnut nodigde mij uit om bij hem te wonen. Fantastisch. Zo was ik nog dichter bij zijn dierbare spullen. Kijk. Ik wist wel dat hier iets van plan was. Ik kreeg een eigen huisje en ging het inrichten. Ik heb ook 2 lama's. Ze heten paard en ezel. Wat is het nou? En als ze een keer aangeraakt worden door iemand, dan is het klaar met hun. Waar ik ook ben, is het klaar. Waar ik ook ben, is het klaar. Bedoelt hij daarmee Kingdom Content, mijn kasteel, dat het nu klaar is? Dag 4. Ik ben uitgenodigd bij Vlanet in de toren om iets af te bouwen. Dus ik ga hem even helpen. Daarna weer grinden. Eerst nog even ezel en paard aaien en dan gaan. Laten we zijn dagboek terugstoppen. Maar je ziet het, jongens. Hij bedoelt nog steeds kwaad, hè? Hij doet wel hartstikke leuk en aardig dat hij hier is. Maar hij bedoelt nog steeds gewoon kwaaie dingen. Dus dit geeft me extra motivatie om op te sluiten. Kijk, laten we meeten in het kasteel. Julian? Ja? Hallo. Hey, kom hier, zou ik zeggen. Kom, gezellig. Ja.
Heb je een volle inventory op het moment, of valt het mee? Valt wel mee. Ik heb mijn pickaxe. Ja. Mijn spyglass. Mm-hmm. En eten en zo. En deze boog. Oké, nou prima. Kom maar mee, zou ik zeggen. Hoezo dan? Nee, gewoon, want er liggen best wel wat blokken die we nodig hebben boven. En ik denk, als je te veel in je inventory hebt, dan kan je niet helpen, weet je. Maar ja, dit is een tijdelijke trap trouwens. Daar moet je niet op letten. Je boven is al een beetje af. Het gaat echt alleen nog om het uiterste puntje. Ik heb hier al een trap gemaakt. Ik denk, dit is wel leuk, weet je. Gewoon een leuk trappenhuis. Nou, je moet een toren toch vullen. In dat opzicht. Als we dan verder gaan tot hier, dan kom je in nog een klein ruimtetje. Omdat het, ja, ik kon het wel helemaal naar boven brengen, maar dan had je niks meer aan de bovenste verdieping. Dus als we de ladder pakken hier, deze ruimte moet ik nog opvullen. Staan? En hier wil ik, als je kijkt, jou een opsluit. Wat? Ja. Grappig hoor. Nee, serieus. Julian, kom eens, ga eens daar staan. Pas op. Wat? Het is zo lang heb jij mij geteisterd door telkens hier te komen. Je komt met 50 man. Ik heb je stinkdagboek gelezen over dat jij vertelde dat je dan dichter bij mijn dierbare spullen bent. Dus, hoe heb je dat gevonden? Ja, om je bed, sukkel. Je komt naar binnen. Ik ben de butter vergeten voor de deur. Dus naar binnen. Naar binnen, goed zo. Ik wil al je spullen. Ik wil al je spullen wat je nu bij hebt. Alles waar je net hard voor gewerkt hebt, die wil ik nu hebben. Okay, en dat is het mooie. Je hebt net verteld wat je hebt. Dus als je iets niet dropt, je pickaxe wil ik ook. Ik wil alles wat je hebt. Elk mogelijk spulletje. Mag ik wel mijn eten houden? Je eten mag je houden, maar ik wil ook je armor. Ik wil je schild. Ik wil dat jij... spyglass? Nee, die mag je wel houden. Dan mag je dan elkaar een beetje naar beneden gluren. Top, zo. Dit is alles. Meer heb je echt niet? Nee. Je belooft het? Ja. Hey, we laten hier voortaan zitten. Ik kom je af en toe wel eens opzoeken om te kijken hoe het met je gaat. Oh. Maar ik kom je even wat eten brengen wanneer nodig en zo. Maar dit is gewoon... Voor ezel en paard? Ja, ik had ze niet kunnen vinden. Althans, ik heb nog niet gezocht. Waar staan ze? Ja, ze stonden daaronder. Zeg maar... In zo'n, in zo'n garage. Dieren, die hebben niks fout gedaan. Ik zal voor je dieren gaan zorgen, oké? Okay? Maar, sorry. Ik bedoel, je huisje, dankjewel voor het huis inrichten. Dan is dat ook weer iets wat ik niet meer hoef te doen. Wie weet, krijg je ooit een keer gratie. En dan kom je hier vrij. Maar voorlopig niet, oké? Okay? Ik zal hier wel uitkomen, denk ik. Nee, gast, je hebt niks. Uit. Ik bedoel, je kan dit slopen, maar dat gaan we niet doen. Want dat is gewoon stom. Je hebt andere vrienden. Ja, gast, iedereen. Je had 50 man en je zat letterlijk toen ik je aantrof in je eentje in een tent buiten het koninkrijk. Tja. Maar ik ga wel eruit komen. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat zeker niet gebeuren. Hey, ik kom je af en toe opzoeken, even wat brengen. Misschien een keer wat leuks, wat nieuws inrichten hier en zo. Veel succes hierboven. Als ik je betrap dat je probeert te ontsnappen, dan ben je dood. Oké. Okay. Ja, akkoord? Ja. Akkoord, oké, prima. Dan, succes boven de toren. Daar ben je vanaf nu. Je leeft daar, je woont daar. Ik ga je af en toe opzoeken. Soms stuur ik wel een keer iemand. Vrienden, die heb je niet meer, want je bent helemaal achtergelaten. En doei. Oké. Okay. Nou jongens, zo hebben wij Julian opgesloten boven hoog in de toren. Ik zal hem volgende aflevering wel een keertje weer opzoeken als jullie dat willen. Kom maar met ideeën wat ik met hem moet gaan doen. Ik wil hem voorlopig even daar houden. Dat is mijn planning op zijn minst. Want ja... kan ik hem zien? Nee, hij is echt te hoog om überhaupt gezien te worden daarboven. Vanaf nu houden we hem gewoon daar. Wie weet, moeten we hem een keertje executeren. Klinkt misschien wel heel heftig gelijk. Maar dat zijn we helemaal. Daar heb je hem. Kijk, daar is hij in de toren. We zagen hem. Ja, kijk, ik ben benieuwd wat hij voor plan is. Ja, ontsnappen kan hij niet doen. Want als hij de ramen breekt, dan valt hij letterlijk naar zijn dood. Dus het is veel te hoog om eruit te springen. Nou, iron bars, die kan hij gewoon niet breken. Dat zijn gewoon magische iron bars of zo, geen idee. Dus laat nu even in de reacties weten, jongens, wat ik met Julian moet gaan doen. Hij zit daarboven. Hij mag niet ontsnappen, dus we moeten wel misschien even een keer bewaking regelen. Kijk, nee. Hij vindt het niet leuk. Maar laat me weten wat ik met hem moet doen. En terwijl je toch aan het reageren bent, like ook even de video. En wie weet zeg jij wel, hey Max, laat hem gewoon vrij en laat hem in je dorp wonen. Maar nee, dat kunnen we niet. Niet nadat hij gedaan heeft bij me. Niet naar alle slechte dingen die hij gedaan heeft. Oké, dit... Oh, kijk, hier zijn ze ezels. Of zijn ezels... ezel en paard. En dat zijn letterlijk twee lama's. Ezel, je kan ook echt op ze zitten. Nou, wat leuk. Leuke ezels, hè, dit. Leuk ezel en paard. In mijn volgende aflevering wil ik echt weer een grote update maken aan het kasteel. Vandaag was het gewoon echt een kleine update. Het dak erop en de toren erin natuurlijk. En dan wil ik daarna vervolgens, wat ik vertelde waar ik het wol voor nodig had. Ik wil hier op de arena, wil ik een soort wollen doek gooien, waardoor de arena een beetje kleur krijgt. Hij is nu zo stenig. En als ik hier een soort oranje met rood gecombineerd wollen doek eroverheen gooi, voelt het als een soort zeil wat er overheen zit, weet je. En dat gaat zo mooi zijn. En ik heb Frederik ook al een tijdje niet gezien. En ik weet nog steeds niet wat er gaande is met zijn meuk daar. Maar goed, laten wij even Julianse diamond stelen en alle hardverdiende dingen die hij heeft gemined. Ja, die gaan wij gewoon innen als koning zijnde. En we hebben hem natuurlijk als gevangene genomen. Dus dan moet hij nu gaan betalen.
betalen ook. En ik weet dat hij dat hier heeft zitten. We nemen ze emeralds, diamonds. Dit is voor degene die het vindt. Is het protection en respiration? Nou, dat vind ik niet zo bijzonder. Laten we die 8 diamonds en die 15 emeralds meenemen. Misschien een beetje lullig, maar ik moet toch als koning mijn geld... Ik hoorde van Floor dat ik ooit een keer, of in van de vorige aflevering, een boekje hier gekocht heb. Volgens mij een Silk Touch boekje inderdaad. Maar nooit betaald heb. En dat zei ze tegen me, ze zei, Max, hoe durf je... Oh, kijk, hier staat een Enchant Chest. Hoe durf je van mij te kopen en niet te betalen? Even kijken hoor, wat kost het ook weer? Enchanted Books kosten 5 diamonds per stuk. Laten we hier dan ook 1, 2, 3, 4, 5. Hoppakee. Zo, dan hebben we die betaald. Laat ik even Julian's spullen hier gewoon in de kist houden. Want ik heb nogal zijn spullen bij me. Maar alle dingen die ik... Nou, niet... Oh. Huh? Ik ben in één keer in een heel ander huis. Ik dacht dat ik in zijn huis was. Alle spullen die ik nu bij me heb, waarvan ik denk van ja, dat interesseert me niet zoveel. Die doe ik wel gewoon in deze. Zoals deze armor, deze setjes hier, de schild, de arrows, de boog. De pickaxe is op zich wel leuk, maar die doe ik er ook wel in. En de leads, die horen ook niet bij mij. Oh ja, ik had beloofd dat ik bij een vorige video, als we 3000 likes hadden gehaald, dit vleesje op zou eten. Oh, dat was lekker. En dan nu is het heel even tijd om te gaan vissen, jongens. Want ik hoor de hele tijd al achter het steenhuis een kat. En het is gewoon tijd om die te, ja, accepteren in de familie. Ik vind het een beetje zielig dat hij daar de hele tijd aan jou is. En dat niemand hem komt redden. En ik heb ergens nog een kat in de desert die niet naar mij toe geteleporteerd is. Dus die moeten we misschien ook ophalen. A few moments later. Alright, nou. Zo, we hebben aardig wat visjes bij elkaar kunnen rapen. Ik denk dat we die kat dan gelijk kunnen pakken. En ik hoop dat hij er nog staat. Nou, trouwens, hij staat er al zo lang de hele tijd te mouwen. Dat ik aanneem dat hij niet ineens weg is. Kijk, hij zit hier. Ik had hem laatst gevonden. Kijk, als het goed is, hier zit een koe. En ik had al gekeken, het is niet een van mijn koeien helaas. Maar, hier zit een kat. Oké, let op, hè. Salm. Salm. Rakot. Rakot. Nee. Oh, thank god. Ik dacht al, nee. Oké, nu opstaan. Zo, goed, zo. Kom maar mee. Kom maar, kat. Kom maar, kijk, de uitgang. Je zit toch niet? Ja, goed zo, kom maar mee. Katten lopen toch met je mee, of niet? Oh mijn god, hij liep daarin, zagen jullie dat? Nee. Waarom moet je nou hierin lopen? Hoe graag wil je nou hierheen? Hier, kom. Zo moeilijk is het niet. Weet je, Julian, die had 2 leads. En die had hij, als het goed is... Ja, kijk, die had ik hierin teruggestopt. Dan kan ik in ieder geval jou bij de andere katten zetten. Ik weet dat ik hem ook kan laten zitten, jongens. Maar ik werk gewoon altijd met leads. Kijk, dan zetten we die hierbij. No. Oh, nee, ik heb alles losgestikt. Nee. Zo. Oh, je zit in de boot. Dat mag, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Zo, hoppa. Dan gaan we je laten zitten. Zo. En nu heeft hij een nametag nodig. Maar voordat we hem nametag geven, gaan we die koe ook gewoon meenemen. Ik bedoel, ik ben al zoveel dieren verloren en er moet nog zoveel komen. Maar dat betekent niet dat we niet nieuwe dieren kunnen krijgen. En kom maar mee. Jij bent een van de weinige koeien die hier überhaupt rondloopt. Dus welkom. Je bent welkom. Kijk, dan zetten we jou hier ook vast. Zodat je ook niet kwijt kan. Ik moet echt een plek voor de dieren bedenken. Dan gaan we naar Bonky de villager en halen we even 2 nametags op. Dat doen we natuurlijk met... Oh mijn god, ik denk niet dat ik genoeg emeralds daarvoor heb. Nee, dat meen je. Zijn mijn emeralds gewoon op? Volgens mij kan ik bijkopen tegenwoordig bij Floor, als ik me het herinner. Maar hier heb ik... Oh, hier heb ik niet meer. Hallo, Bitte. Ik moet ook nog dingen bij jou kopen. Zoals XP. Want mijn pickaxe is een stuk. Maar ik denk dat ik binnenkort gewoon naar een XP farm ga en alles 100% laat repareren. Nametag. Ja, ik kan er maar 1. Oeh, Bonky. Dat is wel best wel droevig dat ik hem 1 kan kopen. Waarom is zo duur? Waarom is Binky Bonky zo duur? Oké, dan gaan we de eerste naam voor de nieuwe kat. Hoe gaan we de nieuwe kat noemen? Oh, maar deze, ik heb geen XP. Ik heb niet eens XP om een naam te geven. Alright, maar ik weet zeker hier. Emeralds, 32 stuks, kost maar 1 diamond. Oh, ik heb hier ook nog emeralds in. Wat een... Oeh, hier. Hoppa, dan kopen we gewoon even 2 stacks. 1, 2, 3, 4 mag ik het trouwens kopen. Ja, dat zijn 2 stacks zo. Hoppa. Kopen we even wat XP bij Bertha hier. Nou, repareren we eerst even die Elytra. Zo. En dan nu moeten wij nog meer XP kopen. Dat kan. En die gaan we gebruiken om gewoon levels te krijgen. Hier, hoppa. Level 9. Goed genoeg. Kopen we nog een nametag natuurlijk. Dankjewel. En dan nu... Hoe gaan we jou noemen? Potlood. Ik weet niet waarom, maar we noemen een potlood. Vanaf nu heen gedoopt. Als potlood. Oh ja, en waar is het die koekoe? Hoe gaan we jou noemen? We hebben Stip, we hebben Vlek gehad. Flip, hoe gaan we jou noemen? We moeten even een keer een uniekere naam dan Stip of Vlek. Klodder. De naam is Klodder. We hebben Stip, Vlek en Klodder. Ja, Harry, ben je blij met je naam, hè? Ja, je knikt ja, ik zie het wel. Knik ja als je blij bent. Kijk hoe blij die is. Tuurlijk is hij blij dat hij Klodder heet. Ik snap het. Nu hebben we Klodder, Dikkie Dik, Toeter, Potlood, Jopie, nog een Dikkie Dik. En naamloos... Oeh, gaan we naamloos spannen. Laten we ook gelijk een naam geven. En jouw naam gaat zijn... Arnold. Arnold de Panda. Overduidelijk.
perfecte naam voor dit grandioze beest wat hier nog groter dan de boot zelf is. Toch, Toeter? Hij is een beetje meer naar het midden, of minder uit het midden hier. Niet zo eigenwijs doen, hè, dikke kat. Oké, ik denk dat ik dan ook heel snel, wat ik al echt vaak genoeg zeg, echt een keer een dierenverblijf wil maken. En dan, waar gaan we dat doen? Ik gok misschien zelfs hier. Dat ik hier gewoon een huis maak of iets. Nou, misschien niet hier trouwens. Oh ja, als jouw vraag wat dat is daar, jongens. Daar komt nog een leuke timelapse van Floor. Maar ze had nog niet genoeg tijd om al af te maken. Dus die krijgen jullie volgende aflevering. Maar het dierenverblijf komt eraan, dat beloof ik. Echter, voor nu ga ik deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zo ja, abonneer en even like ook even. Kijk nu lekker deze video, want dit is het vorige content Veendeel. Heb je nou veel gemist? Dan denk je, kijk gewoon lekker deze, dan ben je helemaal up-to-date. Spreek je waterglaasje water tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer.